laten zien waar ik net mee klaar ben. Ik zie dat ik nog wat inkt aan mijn vingers heb. Maar goed, dat geeft niet, want dat schrobben we straks wel weer helemaal schoon. Wat heb ik gemaakt? Ik heb een hele leuke windgong gemaakt voor op mijn balkon. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ben begonnen met een wit stuk fotokarton. Daar heb ik een vlinder uitgesneden. Daarna heb ik een oud boek genomen en daar allemaal stukjes papier uitgescheurd en dat met servettenlijm vastgeplakt. En ik heb zowel de voorkant als de achterkant beplakt. Goed laten drogen, even een goede laklaag eroverheen. Nadat het goed droog was, heb ik de vlinder bespreid met deze leuke inkt van Dilutions. Dat is van het merk Ranger. Hele felle kleurtjes. Het is een inktspray, kun je hele mooie effecten mee creëren. En dit is de Vibrant Turquoise. Deze kleur heb ik gebruikt. Even kijken, deze kleur heb ik gebruikt. Dat is de Crushed Grape. Dat is een mooie paarse kleur. En heb ik nog deze twee kleurtjes gebruikt. De Fresh Lime en de Bubblegum Pink. Dat heb ik er overheen gespreid. Het is eigenlijk inktspray voor poreuze materialen. En omdat de vlinder al met een laklaag voorzien was, gaf niet helemaal het effect wat ik eigenlijk wilde creëren. Maar goed, ik was toch wel heel erg tevreden met het resultaat wat er ontstond. Nadat ik dat heb goed laten drogen, heb ik gestempeld met Archival inkt, dat is watervast inkt. En heb ik deze stempels voor gebruikt van de Tim Holtz Collection. De Papillon, dat zijn hele mooie Klingon stempels met vlinders en teksten en dergelijke. Dus ik heb gewoon een aantal afdrukken gemaakt over mijn papier. Oh, er viel wat naar beneden. Over dat papier heen, omdat het watervast inkt is, blijft dat gewoon goed zitten op die laklaag. Daarna heb ik de vlinders ingekleurd. Wat heb ik gedaan? Omdat ik dan toch wel wat preciezer wilde werken, heb ik gewoon het dopje eraf geschroefd. Dat kan. Deze even aan de kant gelegd en gewoon een penseeltje genomen. En met dat penseeltje heb ik al die vlindertjes netjes in zitten kleuren. Een beetje gespeeld met de effecten, want als je de kleuren over elkaar heen laat lopen, dan krijg je weer net even een ander effect. En zo op die manier heb ik alles een beetje voorzien van een mooi kleurtje. De achterkant heb ik ook bestempeld. En de achterkant was eigenlijk een beetje doorgelopen van de inkt. Want als je spreekt, zeg maar, ja, dan wil er altijd nog wel eens een beetje inkt aan de achterkant verschijnen. Ik moet eerlijk toegeven, nadat ik alles bestempeld had, vond ik het eigenlijk wel een heel apart effect wat het gaf. En daar heb ik namelijk die hele grote stempel voor gebruikt. Dus ik heb hem eerst aan de ene kant gestempeld en daarna nog een keer aan de andere kant. En dan is het net alsof het mooi doorloopt. Daarna, toen dat helemaal goed droog was, heb ik alle randen beïnkt met zwarte Distress inkt, de Black Soot. Om net even te zorgen dat de kleuren allemaal net even iets naar boven komen. Daarna heb ik de hele boel gelamineerd. Dus ik heb het gewoon tussen twee lamineervellen gelegd en door mijn lamineermachine heen gehaald. Heb je nou geen lamineermachine, dan is dat ook helemaal geen punt. Dan neem je gewoon twee vellen zelfklevend boeklon. Dat plak je goed op elkaar vast. Goed aandrukken, goed dat de randjes helemaal goed dicht zijn. We willen natuurlijk wel zorgen dat dit buitengehangen kan worden. En dan moet het een beetje waterdicht zijn. Nadat ik het door mijn lamineermachine heb gehaald, heb ik de randen uitgesneden. Vooral met lamineren, let erop. Je kan namelijk, ja, dat is op film denk ik heel moeilijk te zien. Maar als je het lamineert, ontstaat er een klein randje omheen, zeg maar. En daar net langs heb ik mijn knip gemaakt, zeg maar. Als ik hem precies langs de vlinder zelf had gedaan, dan was het hele boel weer losgeschoten en dat was niet mijn bedoeling. Dus wel zorgen dat je in ieder geval eventjes een goede rand hebt, zodat die vlinder nog wel in dat lamineerfolie blijft zitten. Daarna heb ik met mijn krokodil vier gaatjes gemaakt en daar eyelets in gezet. Ook aan de bovenkant heb ik een eyelet gezet, zodat ik hem natuurlijk kan ophangen. En ik heb mij in de kast gekeken en ik heb had nog een windgongetje liggen van heel lang geleden. En dat was eigenlijk een heel saai dingetje, zeg maar. En daar heb ik dus de windgongetjes van afgeknipt. En met mooi twine heb ik dat vastgemaakt. En dan kan dat straks aan mijn balkon. En als het dan een beetje waait, dan gaat het mooi rinkelen. Het is net even een aanvulling. Ik vond het wel gezellig met de mooie zomerdagen in het vooruitzicht. Om dan wat gezelligs op mijn balkon op te hangen. Nou, heel veel succes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!